dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Zoals jullie kunnen zien staan wij hier bij Zena. We hebben net ingeslagen. Binnenkort zien jullie de shopvideo dat we hierheen zijn gegaan. We zijn in Ole geweest. We hebben even dikke inkopen gedaan. Veel gehaald voor een eurotje of 700. Letterlijk 700 euro. Wat duurdere cakes namelijk. Omdat binnenkort ja, het oud nieuw komt eraan. We willen mooie cakes hebben. Dus ja, we hebben veel uitgegeven aan mooie cakes. Ook wat nieuwe knallers en zo. Maar ja, daar gaat gewoon wat geld in zitten. In ieder geval voor de mensen die denken van... wat heb je nog in België? Je hebt al een aantal leuke producten. De nieuwe P1-lijn bijvoorbeeld, zoals Nietjes, Nitrate en al dat soort dingen. Maar hier hebben we best wel al veel. En kunnen we zo meteen even laten zien wat we precies hebben. We hebben best wel veel. En ik zou zeggen, zijn jullie nog niet in België geweest? Jullie kunnen allemaal die kant op. Wij zijn in Ole. Ligt volgens mij ja, ergens bij Breda aan de linkerkant, bij Antwerpen ergens. Maar je kan natuurlijk bijvoorbeeld ook naar Baarle. Dat is iets dichterbij vanaf ons. Maar we wilden per se naar deze megastore. Want ja, hier heb je gewoon het meeste op voorraad zitten en zo. En Glenn natuurlijk, een van de mede-eigenaren, is hier ook. Dus ja, die willen we dan even spreken natuurlijk. En we zijn ook bij de Zena Trophy geweest, zoals iedereen er wel heeft kunnen zien. En daar zag je ook al de nieuwste producten, maar nu zijn we toch wel echt wat genoeg geluld. We gaan nu even laten zien wat we hebben. Let's go. Al de Rochettas, die schijnen heel erg hard te zijn, zegt deze jonge kerel. Dus die heb ik sowieso even aangeschaft voor in het pijlenrek binnenkort. Hier. 20 pakken Romeinse kaarsen, omdat ze illegaal zijn in Nederland, dachten we van weet je wat, we gaan deze gewoon even nemen. Hier zie je Pirates, 100 stuks per pakje. We hebben daar even kijken, 2 pakjes volgens mij van, of 3? Ja, 3 pakjes. Ja, 3 pakjes. Hier, hier en daarachter eentje. Nietjes hebben we ook, 3, nee, meer, 4 pakjes. Trueno, 20 stuks in een doosje, kunnen we even laten zien. Want dat vind ik wel echt keiharde vlinders natuurlijk. Kijk, keiharde dingen. Die zijn echt gruwelijk hoor. Gaan we binnenkort natuurlijk even mee stoken. Wat je hier zo ziet zijn van die big balls. Het zijn eigenlijk Rambo's, maar dan Belgisch. Die zijn echt gruwelijk. Voor de mensen die de serie stoken in hebben gecheckt. ZB had er een paar van meegenomen van die big balls. Nou echt gruwelijk. Ze waren zeer veel groter dan de Rambo's. Dus we dachten van weet je wat, we gaan die even inslaan. Verder. En dan komen we een beetje bij de sierproducten. De mods. Hier kan je eigen wijercake van maken eigenlijk. Je raadt het niet aan, maar je kan in ieder geval doen wat je ermee wilt. Of je klapt hem uit, zo weet je. Toch? Ja, klopt. Ging nice. Hoeveel hebben we die hiervan? 6 dan. 6 stuks. Gruwelijk. Daar staat er ook inderdaad nog eentje. Hier. Wat is dit? Is de... Ja, er staat net iets voor. Infinity. Infinity. 19 shots, mooie batterij. Daar gaan we binnenkort natuurlijk een dikke video van maken. Hier een soort gelijke batterij, de Oriental Tail 2. Green glitter with purple star. Gruwelijk. Ik weet niet hoeveel gram dit is. Hoeveel gram zou het zijn? 230 gram. Nou ja, sick. Kijk. Hieronder zien jullie ook een cake. Ik weet niet precies hoe die heet. Crackling Chrysanthemum. Wat? Crackling Chrysanthemum. Deze? Sized in slot. Ja. Crackling Chrysanthemum. Oh ja, dat staat daar ja. Natuurlijk. Ik zag het niet, het is rechts. Maar in ieder geval gruwelijk. Ik zeg altijd, deze lijkt een beetje op de... Ja, op een sigaretverpakking of zo. Ja, ik weet het. Zo, heel neutraal. Daar doet het me aan denken. Ja. Ik vind het wel mooi. Ik vind het mooier dan deze bijvoorbeeld... Heeft het ook, Kijk, hier zie je de Mjolnir. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Mjolnir of zo. Mjolnir. Hier zie je een foto van de Zena Trophy. 100%. Even serieus. Klopt. 2.0, 25 shots. Gruwelijk. Hierboven heb je nog een soortgelijke cake. Ook met zo'n mooie verwerking. De Palm Garden. 16 shots, een soort van mesje eigenlijk. Zo kan ik het wel eigenlijk zeggen, toch? Een soort mesje volgens mij. Ja. Ja. Hier de Dominator, de Gladiator en de Activator. Per 3 worden ze verkocht, toch? Ja, je kunt ze ook loskomen, maar oh, ja. Nu waren ze in actie. Dus. Ja, nu waren ze in actie, dus we hebben ze gelijk even ingeslagen natuurlijk. Nou, dat knalvuurwerk hebben jullie al gezien. Hier het marijnvuurwerk, stouter. Nou, ik vind marijnvuurwerk sowieso altijd hard. Bijvoorbeeld de binkies en zo zijn gruwelijk. Nou, die hebben we aangeschaft, binnenkort te zien. Blue Whale, Blue Wall. De meeste mensen kennen hem natuurlijk met rook, toch? Blauwe rook. Deze was ook de Zena Trophy, net als de Mjolnir. Klopt, ook gruwelijk. Film maar even iets verder af. Nou, dit is natuurlijk gruwelijk, die cake. Hier hebben we een aantal van die cakeboxen staan. De Zena Crackling Chrysanthemum is een box. Hoeveel euro was die per stuk? 49 euro met de LVC-actie. Want ja, als je lid wordt van de LVC, daar kan je een kaartje van krijgen, krijg je korting 25%. Dus 49 euro met korting natuurlijk.
En daar hebben we er 2 van. Ja, en die pijlen natuurlijk. En zo is het natuurlijk best wel een gruwelijke collectie. Ik denk dat het een euro of 600-700 is, alles bij elkaar. Van de cakes die we hier bij elkaar hebben natuurlijk. Ik had de korting, jij had de korting, dus met de korting erbij ongeveer 600-700 euro. Volgens mij wel 700 hoor. Ja, ja, smaal. In ieder geval, dit hebben we dus aangeschaft. We staan nu nog voor de winkel. En binnenkort zien jullie de video dat we gaan shoppen. Dus allemaal te zien binnenkort, waarschijnlijk op een zondag of op een woensdag. Zullen jullie binnenkort nog meer over weten? Volg sowieso even Pirate Team Delft op Snapchat, Instagram en Twitter. Al dat soort kanalen zal ik mee naar buiten komen wanneer die shopvideo komt. Maar zo vind ik het best wel een gruwelijke video. Of een gruwelijke collectie natuurlijk. Laat even weten wat jullie van deze collectie vinden. Hebben jullie misschien meer of zouden jullie voor dit bedrag andere dingen kopen? Laat het even weten. Knal hebben we natuurlijk al. Jullie hebben bijvoorbeeld unboxings gezien uit Polen en zo. We zijn naar Polen geweest en dat soort dingen. Daar hebben we sowieso ook natuurlijk cobra's en weet ik veel wat. Maar hier gaan we eigenlijk specifiek voor echt wat van die uniekere producten. Zoals die pijlen. Ben ik benieuwd naar de nieuwe producten natuurlijk. De Nietzsche's en de Trueno's. Nietzsche's zijn eigenlijk een soort van de nieuwe producten van Knal van België. Is P1. En P1, daar schijnt nog wel een beetje, daar schijnt nogal wat verwarring over te zijn. P1 valt onder de vogelverschrikkerswet. Boeit mij niet heel erg. Maar in ieder geval, ze hebben dus iets in de wet gevonden waardoor er toch nog knalvuurwerk verkocht kan worden in België. Gruwelijk. Al met al een mooie collectie. Laat weten wat jij van deze collectie vindt. Wat zou jij halen in België? En binnenkort de shopvideo. Check sowieso ook even de serie Stoken in waar we nu mee bezig zijn. We zijn in Den Bosch zijn we geweest. Binnenkort meerdere afleveringen daarvan. Willen jullie dat wij in jullie stad komen stoken? Laat even een reactie achter in dat soort video's. Stoken in. Kan je even een reactie achterlaten in de recentste video. En met de meeste likes gaan we daar naartoe. De nieuwe mat. Dit is ook iets. Had ik net niet laten zien natuurlijk in de intro. Maar dit is ook van Original. Nitraatmat 48. Weet je hoe deze heet of niet? Ja, nitraatmat 48. Oh, dus niet een. Ja. Dus niet echt een naam ervoor. Nee, klopt. En zal die hard knallen, denk je? Nee, ik weet niet. Ja, nitraatmat dat doet je wel als zijn moeder, maar ja, je weet nooit. Ai. Ik ben benieuwd, man. Oeh. Nieuwe nitraatmat. Hij knalde wel lekker hoor. Zo. Wel kort, maar hij knalde echt lekker. Klopt. Maar ze kostte ook geen drooi, hoor. Rode loper, gek. Kijk dan. Check dit gewoon. Maar deze ja, waren wel erg goed. Ja, man. Hij knalde wel lekker, gek. Kost maar 2 euro per stuk, zo. 48 shots. Nou, die gaan we sowieso met auto nieuw doen. Ja, die staan nog wat te kennen. Die gaan we sowieso met auto nieuw. Nietjes. Die zijn ook heel erg bekend. 2 grammetjes. Maar iedereen praat erover, over die Nietjes. Ben benieuwd. Klopt. Lekkere lange lont. Ja, ik ben wel benieuwd naar deze. Kut. Nee, joh. Gaat die net in het gras gooien? Ja, ik had geen. Ik zag die niet, man. Gaat hij door? Nou, voor Belgisch spul. Ja, man. 2 grammetjes. Die andere, daar zit ook nog vlam in, hè? Ja, maar wel jammer dat hij op het gras was, man. Maar we hebben er nog eentje. Gewoon nog eentje doen? Of heb je... Er zijn er nietjes, 2 gram. Is best goed, hè? Ja, man. Even, pak voor hier even... Dit is omlabeling van de mammoet, toch? Ja, klopt. Maar dan de nieuwe versie. Ja, scoes. Ja. Gooi hem eventjes op het pad. Ja? Yo. Verwacht best wel veel van deze eigenlijk. Ja, een lekkere lange lont ook. Klopt. Zo. Die was goed, man. Ik zie je, en deze. Die was echt goed, gek. Dat is een Pirate 3. Strijkertje, Pirate 3. Zij staat niks op, hè? Soms klopt. Stond er wel eens iets op. Maar... Nee, bij Pirate 3 stond volgens mij ook niet. Hier niks. Op zich wel mooi afgewerkte dingen. Een streek is 1, zoveel grammen of zo. Ja, dat kan niet. Verwacht op zich best wel wat van. Ah. Die zijn best wel goed hoor. Op zich wel gewoon leuke dingen. Een Scorpio. Oh, dat is wel een Scorpio. Die zijn ja, gewoon klopt. P1 hè? Ja. Dus ook vernieuwd. Dus ik ben benieuwd. Die is ook een stuk langer als normaal. Ja. Die dus, is net zo lang als knaller. Dat is voor vogelverschrikkers. Ja. Oké, okay, ja, let's vallen go. Vallen wij dan weer net niet onder. Hey, yo. Oh, precies. Het, ja. Het was net Jeu de Boule, hè? Zo! Die knalde goed. Oh, die knalde goed. Senatraat, niet weet. Ja, dat is rooivlam. Maar die gooien wel even in het water. Oh, kut. Dat maakt niet uit, we gooien. We hebben gewoon scheid dit keer. Voor de gewoon, kan gewoon hier zo.
Niet handhouden. Ah, die was al uit voordat hij in het water kwam. Nee joh, hier ligt in val daar zo. Waarom film je dan? Ja. Dat is awkward man, dat is awkward. Dat is echt awkward voor die geuze. Ja, ik knip het even uit. Ja, hij herkende ons. Oela? Tja, mooi. Hij gaat door. Goed zo. Zo. Oh. Wel wat in de hand. Hij knalt niet, hè? Nee. Hey, even serieus? Hello, smoke? Tuurlijk niet. Boom. Het zijn zo de nieuwe smokebangers. Zo. Deze knalt, deze rookt wel goed, hoor. Ja, eerlijk. Kijk dan. Hé, hey, die geur ook, jongen. Zo. Ja, dit is wel mooie rook. Voor Zweden. We worden achtervolgd. Er loopt ineens een random iemand. Kijk. Camera man. Scorpio. Het regent echt hard. Maar dat weerhoudt ons niet. Check deze Scorpio. Nieuw. En valt gewoon onder de P1-wet. Zie je? Klopt. En een goede lange lont. Echt serieus, misschien wel overdreven lang. Mm-hmm.